Mijn gerste gast van vandaag is de beroemdste ex-dakloze van Nederland, Patrick van de Jacht, oftewel Caveman. Miljoenen mensen keken naar hem toen hij schitterde in het Rotterdam-project van Boven Erve Dorens. En nu is hij beroepsfotograaf. En we hebben afgesproken bij treinstation Blaak. Patrick! Hey gast! Uitgerekend op de koudste dag van het jaar. Lekker toch? Niks. Ja. Oh, het is koud hè? Ik vind het reuze meevallen eigenlijk. Ja? Ben je koude temperaturen gewend? Ja toch, ja. En sliep je dan ook buiten? Ja, dit is de aangewezen plek waar ik geslapen heb, zeg maar. Hier in het treinstation. Als de rolluiken dicht waren van het treinstation, gewoon er langs of eroverheen. Hier aan de overkant eroverheen klimmen en dan in het treinstation slapen. Maar is dat niet te doen met deze temperatuur? Nee. Hoe deed je dat dan? Ja, verdoven. Ja. Met alcohol? Alcohol, heroïne. Ik ben verslaafd. Ik ben dik 20 jaar verslaafd geweest. Je gaat pas, als je wakker wordt, voel je het pas natuurlijk. Ja. Ik zag je net met wat mensen praten. Ja. Klopt dat? Ja, ik werd heel kwaad. Die jongens die werden weggestuurd door de politie. Terwijl ze niks deden, die waren aan het schuilen voor de kou. Ja. Bij een tramhalte. Onwijs van sterkte, jongens. Hey. Als ik agenten spreek, of stadswacht. Die zegt tegen mij, ja, we geven geen boetes meer. Ik zie toch ook wel weer andere dingen. Ja. En ik krijg ook wel weer andere geluiden. Ja, slecht. Zwaar ruk, toch? Waarom wilde je hier afspreken? Hier? Nou, hier is het allemaal begonnen, zeg maar. Ik heb hier, deze plek, zijn de eerste interviews voor het Rotterdam-project plaatsgevonden. Met Bo van Erve Dorens? Nee, niet met Bo. Dat was met Pim van der Sluis. En mijn huidige partner. Wat gebeurde er tijdens dat interview? Ik werd gevraagd waarom ik verslaafd was, waarom ik dakloos was. Wat er allemaal is gebeurd. Het is natuurlijk best wel een intensief interview geweest. Ik was gewoon een persoon, een beetje eigenlijk een opgegeven persoon. De personen waar we het net over hadden, weet je wel. De mensen die zeg maar boetes krijgen en altijd maar in een soort van verdomhoek in de hulpverlening opgegeven. Dat zeg maar mensen zeggen, ja, deze meneer, we weten het niet zo goed wat we met deze meneer aan moeten, weet je wel. Ja. En zo'n meneer was ik ook. Ja, want hoe zag jouw leven eruit? Ja, ik was gewoon, ik liep de hele dag achter mijn drugs aan. Ik was een buitenslaper en ik liep te stelen. Dat is gewoon heel heftig. Ik mag God op mijn blote knieën danken dat ik op deze manier gezond van lijf en leden hier nog sta. Hoe diep heb jij gezeten? Hoe diep heb ik gezeten? Kijk, het is voor een... wat ik net al zei, je grenzen verleg je, weet je. De waanzin van alles is gewoon dat je elke dag hetzelfde doet. En elke dag een andere uitkomst verwacht. Dat betekent ook gewoon jouw grenzen en je eigenwaarde is niet hier of niet meer. Mijn grenzen zijn, ik heb alles geschaad, weet je wel. Mijn lichaam, mijn vrienden. Mijn vrienden, weet je wel. Mm-hmm. Maar wat ik dan aan mensen om me heen had, die belieg je, die bestel je. Ik was gewoon een dief. Een gebruiker, mensen lopen om je heen, zijn bang van je. En misschien wel met een goede reden, ik weet het niet, maar ik heb nooit iemand pijn gedaan in die zin dat ik geen agressief persoon was. En dan viel altijd een goed gesprek met mij te voeren. Maar ik had natuurlijk wel ik had drugs nodig. En daar draait eigenlijk je hele leven om? En dat consumeerde mij gewoon, letterlijk en figuurlijk. En wat is dan de ommekeer geweest? Wat was het kantelpunt voor jou? Het kantelpunt, ja, dat is het volgende plekje voor mij. Ja? Ja. Waar gaan we naartoe? We gaan naar de Witte Wit. Kom op, we gaan. Oké dan. Hé,
eindelijk zit ik erin. Je zit erin, kom maar op. Ik zit erin. Galerie Mama, jongen. Wat is er voor plek voor jou? Ja, ik heb hier destijds mijn eerste expositie gehad. Toen was ik gewoon nog eigenlijk nog half dakloos. Ja. En wat voor expositie was dat? Ik had het zelf geregeld. Ik had gevraagd of ik hier mijn foto's kon laten zien, zeg maar. Dus toen was je al aan het fotograferen? Ja, ik was al aan het fotograferen met een heel klein cameraatje. Zo'n ding. Ja. Het feit was ook gewoon dat ik gewoon heel veel mooie foto's had. En die wou ik gewoon ergens laten zien natuurlijk. Bij deze. En er is een grand opening toen geweest. Ja. Tijdens de opening moest ik weggaan om drugs te gebruiken. En om drugs te scoren. En dat ik eigenlijk niet zo goed begreep waarom ik nog met drugs bezig was. Zeg maar, ik was geld aan het verdienen. Ik was iets positiefs met mijn leven aan het doen. Ja. Maar ik begreep niet meer zo goed waarvoor ik zo nodig die drugs moest gaan gebruiken en zo. Want het sloeg nergens meer op. Ik had een huisje, maar ik liep de hele dag op straat. Weet je, ik had een zin in mijn leven gekregen. Maar ik maakte al mijn geld aan drugs op. Ik kon het niet meer rijmen. En tijdens die opening kreeg je opeens dat reflectiemoment. Ja, ja, dat dat deed zoveel zeer bij mij. En toen? Toen heb ik aan de mensen van het Rotterdam project, zeg maar, verteld dat ik de beslissing had genomen om naar Zuid-Afrika toe te gaan. Want daar kon ik heen. Ja. Om clean te worden, om af te kicken. Wauw. Ja, dus dat is eigenlijk het moment geweest dat is een van de grootste bekeringen van mijn leven, zeg maar. Ja, natuurlijk. En hoe moeilijk was het om af te kicken? Ja, de afkick zelf viel eigenlijk best wel mee. Ja. In die zin, weet je, de lichamelijke afkick gaat best wel snel en dat wordt ook geleidelijk afgebouwd allemaal met methadon en dat soort dingen. De periode daarna. En dat wist ik eigenlijk ook al. Weet je wel, op een gegeven moment ga je weer voelen. En je gaat weer dingen willen. En dan komt die duivel weer in jou. Die zegt van, zo erg was het allemaal niet. En waarom zou je nog verder gaan? Weet je wel, het gaat weer goed. Je ziet er weer goed uit. Of je kan toch wel weer een biertje drinken. Of je kan toch wel weer dit. En dat is, ja, dat is finest natuurlijk. Dat is een gevecht. Dat is een gevecht. En dat gevecht, dat heb ik nog wel eens. Hoe lang ben je verslaafd geweest? Dik 17 jaar. 17 jaar? Ja. En hoe was het dan? Ja, misschien wel meer. Kijk, ik was 12 jaar toen, 12, 13 jaar dat ik aan het blowen was al. En aan het drinken. Ik was 14, 15 jaar dat ik aan de harddrugs, aan de speed, LSD, noem het maar op. Ik was 18 jaar dat ik aan de coke zat en net iets daarna ging ik aan de heroïne. Dus ik ben echt heel lang verslaafd geweest. Ja, maar hoe was het dan om opeens af te kicken? Hoe was dat? Blij. Weet je, ik had het al een paar keer gedaan, dus ik wist wel wat het was. Maar nooit helemaal. Nooit helemaal volledig abstinent en volledig eerlijk. En wat maakte dan nu het verschil? Dat totale eerlijkheid. Weet je wel, ik heb altijd een achterdeur gehad, altijd gedacht van, ja, maar ik wil het wel, maar op mijn voorwaarden. Mm-hmm. Maar dat gaat niet gebeuren. Je gaat niet op je eigen voorwaarden die je in je hoofd hebt bedacht, ooit ergens, ga je niet clean kunnen blijven. Want ik ben verslaafd. En moet je kijken waar je nou staat, ja, hoe je eruit ziet. Ja, nou, dank je wel. Dat is waanzinnig. Dank je wel. Hoe ben jij aan het fotograferen geslagen? Ja, simpelweg omdat ik een telefoon in mijn handen kreeg door Bo Hervedoren. Waar ik mee kon bellen natuurlijk. Maar ook foto's mee kon maken. En ik had eigenlijk binnen één week had ik meer dan 1500 foto's geschoten. Wauw. En dan gewoon, dat was dan niet van selfies en dat soort dingen. Maar dan gewoon echt, ik was gewoon echt aan het fotograferen. Dus die functie die erop zat. En dan was ik ze gelijk aan het bewerken, weet je wel. En dat soort dingen op mijn telefoon. Wat is jouw doel van fotograferen? Wat wil je ermee bereiken?
wat ik met fotografie wil bereiken. Ja, is sowieso een mezelf onderhouden natuurlijk. Maar ja, mijn grootste doel is zeg maar grote publiek te kunnen bereiken. En bepaalde onderwerpen onder de aandacht te brengen. Dat vind ik heel mooi. Ja. Waar gaan we nu heen? Café de Oude Sluis, geloof ik. Café de Oude Sluis. Is dat, zo heet het toch? Van mij. Ja, is toch? Goed. Tel van haven. Leuk, man. We gaan er niet van maken. Ja, toch? Kijk eens. Wat een plaatje, hè? Historisch Delfshaven. Lekker, hè? En jouw café. Nee, dat is niet mijn café, hoor. Nee, maar wat is het verhaal? Was het maar zo'n feest. Ja, was het maar zo'n feest. Wat is het verhaal achter het café dan? Nou, niet zozeer het café zelf. Maar wel de plek. Zeg maar, ik ben een hele lange tijd dakloos geweest. En ik kwam veel in de Pauluskerk. Daar werkte iemand. Wim van Duin. Die is helaas niet meer onder ons. Maar Wim van Duin die heeft mij jarenlang geholpen. Ik zag hem ook een beetje als mijn vader. Want ik heb hem in de nachtopvang leren kennen in die zin. Ik sliep toen op die matjes in de Pauluskerk. Ja. 'S avonds, 's nachts. Ik was nooit zo iemand die dan binnen was te houden. Maar dan wou hij een goed gesprek met me voeren. En ik had gratis koffie van hem en een gratis maaltijd. En ik hoefde nergens voor te betalen van hem. Hij zei, Patrick, ik gun jou alles. Alles. Hij zegt, waarom ga je nou eens een keertje afkicken? En ja, gewoon altijd heel, heel begaan met mij. Ja. Hij zei ook, je bent ook een soort van een zoon van mij. De laatste huis waar hij woonde, dat was hierachter. En als ik dan bij hem was, ja, dat gebeurde één keer in de zoveel tijd, als ik doodmoe was. Dan zei hij, kom op Pat, je gaat nu douchen. En dan gaan we daarna eten. En dan gingen we naar beneden en dan gingen we bij het eethuisje van Delfshaven gingen we eten. En dan kreeg je voor een appel en een eik en een hol. Ja, dan kan je nog eten voor een paar dubbeltjes. En toen begreep ik niet dat iemand zo goed kon zijn. Ja. Maar nu snap ik het, weet je. Van goed komt alleen maar goed, weet je wel. Hij was eigenlijk een beetje een rolmodel voor jou. Ja. Ja. Maar het bijzondere is, nu ben jij een rolmodel geworden voor heel veel mensen. Ja. Ja, dat is toch zo? Ja, het is ook een beetje zo. Heel veel mensen kijken zo tegen jou op. Ja. Hoe is dat om rolmodel te zijn? Het is, aan de ene kant vind ik het heel tof. Soms heel moeilijk. Omdat ik rolmodel, dan moet je rolmodel zijn. maar wat vind je er moeilijk aan dan? Ik heb soms mindere dagen. En dan kan ik niet, ik kan niet altijd even vriendelijk zijn tegen mensen. Dat is gewoon, ik ben een mens, weet je wel? Mm-hmm. Dus soms, kijk, ik kan niet elke dag een lachbek op hebben. Ik ben wel een heel positief persoon, maar ik heb ook mijn mindere dagen. En dat is een beetje hoe het is. Rolmodel zijn, dat ben je altijd, toch? Ja, tuurlijk. Ik kan mezelf niet aan- en uitzetten. Dus soms is het gewoon wat het is, snap je? Wat ik wel heel erg positief vind, is dat ik zeg maar wat ik bewerkstellig heb. Ik ben afgekikt, ik ben van straat afgekomen. Ik heb mijn eigen bedrijf begonnen. Ik heb van alles en nog wat gedaan natuurlijk. Nog niet eens 2,5 jaar tijd. Ja. En dit kan ik wel meegeven aan mensen. En mensen positief beïnvloeden. En ik heb miljoenen mensen natuurlijk beïnvloed door wat ik gedaan heb in dat televisieprogramma. En dat wil ik blijven vertellen. Want het is nooit zeg maar, je geeft jezelf nooit op. Weet je, er is altijd een positief iets aan de horizon. Er zijn altijd mensen die in je geloven, ook al geloof je het zelf niet. Ja. Weet je, want dat is het gewoon. Die mensen die op straat leven, mensen die zwaar in de ellende zitten, die geloven het op een gegeven moment zelf niet meer. En dan heb je mensen om je heen nodig die wel in je geloven. Wow. En dat is zo belangrijk. En dat was hij voor jou? Precies. Bijzonder, man. Ja, hè? Echt heel bijzonder. Ja. Ik ben onwijs trots op je. Ik vind je een ongelooflijke kanje en een gerse gast. En ik zou zeggen, laten we hier maar een plaatje van maken, of niet? Ja, toch? Ja, natuurlijk. Ja. Hier niet. Mooie foto, met z'n tweeën erop. Graag het aan de cameraman. Ja. Wil jij even in de schoenen van Caveman gaan staan en een foto van ons maken?
Alstublieft. Ja, leuk man. Echt helemaal super. Ja.